Yo mens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op Modern Warfare 3. Vandaag ga ik proberen om dit voor u vooral potje op de map Dome te winnen door middel van alleen het gebruik te maken van een RPG. Dus het wordt een RPG only free for all challenge. En ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Dit is onze class, we hebben RPG aanstaan met de C4, de Slide Event, Hardline, Sitrep. En die hele class die faalt natuurlijk, maar we mogen gewoon alleen maar de RPG gebruiken. We hebben 2 kogels erin zitten, daarna moeten wij suicide doen. Daarom heb ik natuurlijk die C4 aanstaan. En oh shit, er spant er hier geen één. Uh-oh. Ik zag er één. Kom hier. Nee! Vieze camper! Oh nee, de enemy zit in de camp. Oké. 30 kills hebben wij nodig. Dat is heel veel, man. Dat is echt heel veel met dat kutding. Ik kan niet schieten. Kut. We staan nu al 2 kills achter. Ik heb nog geen enkele kill kunnen pakken, maar daar is 1. Oké, we hebben er 1, gelukkig. Dan hebben we tenminste 1 kill. Als we nu verliezen, dan gaat het nog goed, want dan hebben we er 1. En dan worden we gekild zo'n klotentonnetje, man. Serieus. Van alles waardoor ik dood kan gaan, ga ik dood door zo'n poeptonnetje. Kom. Gewoon mezelf killen, maakt niet uit. Als ik mezelf kill, dan is het chill, want dan heb ik natuurlijk meteen weer 2 nieuwe RPG kills. Hitmarker, fuck my life. Kut, sorry. Suicide. Op twee. Als ik geen RPG-kogels meer heb, dan moet ik meteen suicide doen. Want dan hebben we natuurlijk weer 2 nieuwe. Let's go. Er is weer een killetje erbij. Liep er hier dus nog één. Oh, die loopt door. Kom je weer hierheen? Ja, hier. Oké, let's go. Suicide. Ik kan zeggen C4 suicide. C4 suicide. Dat is een nieuw woord. C4 right. Dat is suicide met de C4. C4 right. Vind ik wel mooi. Nee, hit. Waarom krijg ik zoveel hitmarks? Even zonder grap. Wie heeft het verzonnen dat de RPG zoveel hitmarkers krijgt? Ik dacht dat dit ding sterker was, maar blijkbaar niet. Oké, let's go. Dat is er wel één. Ik heb 10 kills met de RPG. Woo! We hebben een challenge gehaald, jongens. Zo vaak gebruik ik dit ding. Helemaal nooit dus. Hoppatee. C4. Boom. Oké, let's go. We staan gelijk. We gaan dit winnen. We staan gelijk. Door de auto heen. Serieus. Er is iemand geraced. Iemand schoot door de auto heen met zijn sniper. Ik dacht, ik omsingel hem, weet je wel. Ik ga die kant op. Schiet door de auto heen. Dankjewel, auto, voor de goede dekking. Maar niet heus. Zie je wel dat er iemand zat? Ik wist het wel. Ik wist dat er iemand zat, man. Alleen ik wist het niet. Kut. Ik kill iemand met mijn C4. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar oké. En een hitmarker, serieus. Als ik een RPG-kogel in het echt op mijn kop zou krijgen, dan zal ik echt gewoon in één keer dood zijn. Maakt niet uit waar die komt. Ook al komt hij 3 meter naast me. Ook al komt hij 20 meter naast me. Ik zou het niet echt goed na kunnen vertellen. Maar in Call of Duty kan alles. Als je een RPG in je kop krijgt, dan kan je het ook nog overleven. Dus welkom bij Call of Duty. Hoppatee. Maar we staan voor op dit moment. We moeten er natuurlijk wel eigenlijk 1 killetje afhalen. Want we hadden natuurlijk een kill met ons C4. Maar oké. Dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Shit happens. Oh. Ah nee, man. Met z'n tweeën. Lullo's. Je kan het niet in je eentje. Ik heb jullie wel door. Auto. Auto, ontploft dan. Auto. Jongen. Double kill. Lekker auto. Let's go. Dat is chill. Iemand heeft wel een helikopter gehad. What the fuck? Op tijd is 1. Er zit er hier nog eentje in de dome. Heet dat. En ah, kut helikopter. Schoot om me. Auto. Let's go, auto. Let's go. Ik had een kill met mijn RPG, maar de auto ontploft ook. Hey, kom aan, man. We kunnen dit doen. Nee, helikopter. Waarom moet ik je nou altijd mij pakken, man? Kutting. Echt waar, die helikopter moet altijd op mij schieten, man. Die klote kutdingen. Die voor je. Ja, hij weer schiet die helikopter op mij, hè. Serieus, je had me kill met jouw fucking RPG die voor je. Suicide. Hoppatee. Oh, kut helikopter. Hoppatee, nice. Nee, suicide. Yes, nu heb die kill. Rol geen kill. En zie, ik span in die helikopter schieten al op mij, man. Ik weet niet wat dat voor bullshit is, maar het zal wel kloppen, denk ik. Hoppatee, let's go. 2 kills weer. We gaan lekker hoor, jongens, met dit ding. We gaan heel erg lekker met dit ding. Let's go. Ik zit er ook nog een in mijn rug, maar ik ben al dood. We hebben gewoon een level gehaald met onze RPG. We spannen met z'n 3 op 1 plek. Volgens mij ben je dronken, Modern Warfare 3, maar oké. Oké. Die helikopter killt echt veel gek van die vent. Waarom, jongen? Waarom kan zo'n helikopter zoveel killen bij hem? Als ik zo'n ding inroep, dan maakt hij misschien 1,5 kill of zo. En bij hem maakt hij er gewoon 20. We spannen weer op dezelfde plek. Oh, ik moet gewoon kijken als ik span. Of er niemand op dezelfde plek spant. Let's go, tegen de muur aan. We worden promo met die RPG. Ik weet steeds beter hoe ik dat ding moet schieten. Let's go, suicide. Of C4-ride. Hoe het ook mag heten. Ik ben alweer kwijt wat ik net had verzonnen.
Nee, waarom knijf je me nou? Ik moet nog 4 kills. Kom op, we kunnen dit makkelijk winnen. Als die vent nou gewoon even nik... Blijf doen. Hoppatee. Kunnen wij dit makkelijk winnen. Iemand heeft weer een cobra. Serieus, let's go. Serieus, nog 2 kills. En ik heb ook nog 2 kogels nu. Let's go, nog 1 kogel. Nee! Nee, dat meen je niet. Die laatste kogel gaat net mis. Nog 1 kill. Nog 1 kill, nog 1 kill, nog 1 kill, nog 1 kill. Dan loopt het daarin. Die is wiek van die helikopter. Gewoon schieten. Gewoon schieten. Nee! Dat meen je niet! Yes! Let's go, zo doen we dat, man. 30 om 30, we staan nog gewoon positief ook. We staan precies 30 om 30, jongen. Kijk het scorebord. Woo! That's how we roll. We hebben geen killcam, want die fans gereeds quit. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze video. Als jullie hebben genoten en je mocht een challenge voor me hebben, laat dan natuurlijk weten in de reacties of door middel van een duimpje omhoog. En tot de volgende keer weer, mensen. Woo! We hebben gewonnen. Bye bye.